Welkom bij Huurland. Vandaag stellen we u voor de mastboogwerker Star 6. Een heel compact toestel waarmee je tot 6 meter hoog kunt werken. Vooraleer je met het toestel gaat gaan werken, moet je ervan vergewissen dat de noodknop die hier en hier zit uitgetrokken zijn. En dan leg je hier het contact aan. Keuzeschakelaar zit mee met het contact. Ofwel kies je benedenbediening. Ofwel kies je de bovenbediening. Vooraleer je ermee werkt, kijk even of de functies wel gaan. Met de benedenbediening de dode mansknop indrukken en dan even naar omhoog. En terug naar beneden. Eens je zeker bent dat de functies werken, dan kies je de bovenbediening en dan ga je in de korf om met de bediening in de korf te rijden of de korf op en neer te brengen. Met de sleutel kies je bovenbediening of benedenbediening. Altijd de dode mansknop indrukken vooraleer je de mand op en neer laat gaan. De rest van deze bediening is voor de technieker om in het menu zelf te gaan, dus daar hoef je niet in te gaan. Waar je wel moet opletten, als je het contact aanlegt, dat je het programma even de tijd heeft om op te starten. En pas als die opgestart is, kan je instructies geven om te rijden of om op en neer te gaan. Hier hebben we nog het controlelampje die weergeeft waar uw laatste cyclus staat. Als het rood is, dan moet die zeker nog bijgeladen worden. In het geel heb je al 80% van de capaciteit. In het groen, dan is de batterij opgeladen. En om de batterij op te laden, heb je daar altijd een harnas aantrekken als je met een hoogwerker werkt. En uw harnas vasthaken op de daarvoor voorziene plaatsen. Nooit vasthaken aan de leuningen, dat is onveilig. Dus hier of hier is er een aanhaakpunt voor uw veiligheid. De keuzeschakelaar, dan kies je of je wil rijden of op en neer gaan. Nadat je die keuze gemaakt hebt, ga je met de joystick je keuze bevestigen. Als je iets te lang wacht, dan gaat het lampje terug uit. Als je met de joystick werkt, moet je altijd heel goed de dode mansknop indrukken. Anders gaat het toestel stoppen. Als je toevallig de dode mansknop toch loslaat, dan moet je terug op neutraal zetten, dode mansknop indrukken en herbevestigen wat je wil gaan doen. En op die manier kan je vanuit de mand het werk uitvoeren op een hoogte tot maximum 6 meter. Je kan met dit toestel ook rijden op hoogte. Het toestel zal zelf beslissen dat enkel de lage snelheid kan aangehouden worden. Zorg ervoor dat je altijd de borgring vastmaakt, dat je ook je handen vrij hebt om uit te stappen. En als je uitstapt, met het gezicht altijd naar het toestel. Voilà, we zetten de keuzeschakelaar weer op 0 en we zijn klaar. Als je het toestel gaat gaan gebruiken met de korf omhoog, dan komen hier veiligheidsbalken uitgeplooid om de stabiliteit van het toestel, als je ermee op hoogte rijdt, groter te maken, zodat
de kans dat je zou omvallen veel kleiner wordt. En dan valt het toestel helemaal uit zou vallen, dus dat er geen elektriciteit meer is, dat de motor niet meer kan bediend worden en een collega zit nog boven in de mand, dan kun je met behulp van deze knop het toestel naar beneden halen, zelfs als er niets van aansturing meer is. Dus gewoon op zwaartekracht komt de mand dan naar beneden en kan uw collega die boven vast zat toch terug uitstappen. Op het dashboard zie je de identificatielichtjes. De groene geven aan of je gekozen hebt om boven naar beneden te gaan of om te rijden. De rode geven aan als je te schuin staat, als je overbelast bent, als er een algemene storing is of de stand van je batterij. Als het niet brandt, heb je voldoende vermogen. Als het gaat knipperen, heb je slechts 40% van je vermogen over. Als het continu brandt, heb je slechts 20% van het vermogen over. En dan is het eigenlijk tijd om hem terug te gaan laden. Bij het gebruik van de joystick moet je altijd de dode mansknop indrukken. Dus de joystick goed genoeg vasthouden. Om dan je bediening met de joystick te doen. Als je terwijl je bedient de dode mansknop loslaat, dan gaat het toestel stoppen. Moet je even terug naar neutraal. Dode mansknop terug indrukken en herbevestigen wat je wil doen. Het toestel mag belast worden met 230 kg, zowel binnen als buiten gebruik. Maar als je hem binnen gebruikt, dan mag je 2 personen en last hebben. Als je hem buiten gebruikt, mag er maar 1 persoon en last zijn, terwijl het totaalgewicht toch 230 kg blijft. Als je hem buiten gebruikt, mag die maximum tot 45 km per uur wind gebruikt worden. En vanuit de mand mag je buiten 200 newton, binnen 400 newton, dat is ongeveer 20 à 40 kilogram, druk uitoefenen zijdelings op het toestel. Waar het toestel zeer gevoelig aan is, dat is afwijken van de horizontale stand. In het verlengde van het toestel mag dat 3 graden zijn, dwars op het toestel mag dat pas 1,5 graden zijn en dat is eigenlijk zo goed als waterpas. Het toestel is dus eigenlijk enkel te gebruiken op een hele goede, vlakke, stevige ondergrond, gepolierde beton, klinkers of zo enzovoort, maar zeker niet in grind of op aarde te gebruiken.